Welkom bij Arnhem Report op Recesmet. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Vandaag spreek ik met Mark Koenders, fractievoorzitter van GroenLinks. Zijn partij brak de coalitie vanwege zorgtekorten en verstoorde verhoudingen. Wat gaat hij eraan doen om de inhoud van het debat dit jaar weer de boventoon te laten voeren? Nou, goedemiddag. Ik zit met Mark Koenders, fractievoorzitter van GroenLinks. Tweede seizoen van Opproces met. Vorig jaar heb ik partijgenoot meneer Prinsen gesproken. Ja. En dit jaar met u aan tafel. Recess is een periode tussen twee politieke periodes in. Even minder politiek, kan ik me voorstellen. Hoop ik misschien ook zelfs wel bijna voor u even deze periode. Ja, zelfs voor mij een beetje minder politiek. Ja. Hoe ziet het er dan zo voor u uit? Dus u even wat minder zo met de politiek bezig bent. Ik ben op vakantie geweest een paar dagen, even letterlijk wat afstand genomen. Mm-hmm. Ik heb ook de Vierdaagse gelopen. Mm-hmm. Dat is niet per se rust, maar het is wel mentale rust, zeg maar. En ik neem wat meer tijd om te lezen en familie, vrienden op te zoeken. Ja. Ja. Maar de mail blijft aanstaan, de telefoon blijft aanstaan, dus er komt nog van alles. Stopt nooit helemaal. Door. Nee. Vierdaagse gelopen, zegt u, vorig jaar ook volgens mij. Ja, dat is de vijfde keer geweest deze keer. Ja. Hoe ging het? Heel goed, eigenlijk. Ja, heel prima. Ja, we zijn er altijd 4 dagen lang of 3,5 dag lang zijn we een beetje aan het... Ik loop met mijn neef en dan zijn we een beetje aan het mekkeren van het is allemaal zo zwaar. Ja. waarom doen we dit toch? Maar eigenlijk vinden we het superleuk. En in de vierde dag dan? De vierde dag, dat is de euforie en dan denk je nou volgend jaar weer. Okay. Dus het is hartstikke leuk om te doen. Het is fysiek ook wel een beetje uitdagend, dus dat is ook altijd wel leuk. Ja. Dus, wat maakt het bijzonder voor u? 200 kilometer lopen in 4 dagen tijd. Ja, je zou kunnen zeggen, je kan het ook gewoon zelf doen. Je kan ook zelf 200 kilometer gaan lopen, dat maakt niet uit. En voor de medaille doe je het ook niet per se. Het is denk ik de combinatie van de gezelligheid, een beetje saamhorigheid die er toch wel is. Ook wel een beetje de fysieke uitdaging, dat vind ik ook wel leuk. Mm-hmm. Dat je dan, normaal loop je niet 50 kilometer en helemaal niet 2 keer achter elkaar en helemaal niet 4 keer achter elkaar. Nee. Ik weet nog de eerste keer dat ik liep, dat ik na de eerste dag op station Zuid uitstapte en dan moet je die trappen af. Mm-hmm. En ik kwam gewoon die trappen niet meer af. Nee. Dat was gewoon, ik dacht, nou morgen moet ik weer. En die twee dagen daarna ook nog. En toch gaan. Ja. En toch gaan, maar dat is ook wel het leuke, dat je dan net even de grens opzoekt. Een mentale stuk of zo misschien wat erbij komt kijken ook. Het is ook wel mentaal. Ja, want uiteindelijk, als je eenmaal beweegt, dan ga je benen ook al weer. Maar het is ook al mentaal. Maar het is gewoon leuk, de gezelligheid, saamhorigheid en een beetje de uitdaging. Mooi. Dus weer gehaald dit jaar. Ja, weer gehaald. Ja. Ja. En maar ging het moeilijk? Blaren? Ja, 2 kleine blaadjes, maar dat mag geen naam hebben. Veel mee. Nee. Weinig spierpijn. Okay. Dus, dat was goed voorbereid? Prima. Nee, oh, niet helemaal eens. Niet. Nee, weinig ik had weinig tijd om te lopen. Want als je dan gaat oefenen, dan ben je natuurlijk ook een hele dag mee. Ja, tuurlijk. Ja. Dus ik had weinig tijd. Dus puur op basisconditie en doorzettingsvermogen. Ja. Okay. Eigenwijzigheid, denk ik. En eigenwijzigheid. Helder. Vakantie geweest zijn we ook? Ook nog, Waar? Portugal zijn we geweest. Ik was nog nooit in Lissabon geweest, dus dat leek me ook leuk. Okay. In Lissabon met name dan ook? Of? In Lissabon met name. We zijn ook nog even naar het zuiden geweest. Wat meer zon en een zwembad. Dus wel een heel leuk land. Okay. Ja, bijzondere dingen gezien? Ik vond Lissabon sowieso wel bijzonder, moet ik zeggen. Een hele, gewoon een gezellige stad. Heel veel historie. Ik hou van geschiedenis. Dus dat is veel te zien. Mm-hmm. En de natuur daar in het zuiden is ook wel mooi. Er zijn een paar jaar geleden hele flinke bosbranden geweest. En die zijn er regelmatig. Dus het was wat meer door. Mm-hmm. Maar het is een mooi land. Ja. Okay. Lekker eten. Ook belangrijk. Ja. Dus, en even rust. Maar je ook zeggen, even wat meer lezen even tussendoor? Ook lezen, Wat pakt u dan zoal erbij? We krijgen binnenkort een tuin. Een tuin, dus ik heb een boek over tuinen gelezen. Over hoe werkt het nou in de tuin? Gaat verhuizen? Ik ga verhuizen, van een appartement naar een huis met een tuin. Waar gaat u wonen? Schuitgraaf. Oh, de Schuitgraaf. Ja. Kijk. Ja. Okay. Daar woon ik al. Dus dat is geboren en getogen in Arnhem-Zuid. Ja. Dus daar blijf ik voorlopig. Goeie wijk om te wonen? Het is een leuke wijk om te wonen. Ja, ik kom uit de Laar, daar ben ik opgegroeid en toen zag ik Schuitgraaf natuurlijk ontwikkelen. Ja. En toen dacht ik, is dat wel gezellig om te wonen? Is er wel wat te doen? En is het niet wat saai? Want dat is natuurlijk een beetje het imago wat aanhangt. Heel ver van het stadscentrum af. Ja, ja. En voelt het dan nog wel als Arnhem? Maar eigenlijk is dat... Het is lang ook een wijk met misschien niet zoveel voorzieningen, maar dat is inmiddels Een leuk winkelcentrum erbij en er gebeurt voldoende. Heel veel mensen ook van mijn leeftijd, dus dat is wel leuk. Okay. Mensen die gezin opbouwen en er is heel veel levendigheid. Aanraden om naar Schuitgraaf te komen. Ja, er zijn heel veel leuke wijken in Arnhem, dus ik kan er bijna niet fout doen. Nee, oké, hartstikke goed. Voor mij
mij wou je gezegd dat u een tuin krijgt, dus daar wil je meer gaan lezen. In de tuin heb ik, ja. over tuin heb ik meer gelezen. Dus hoe werkt over dat tuinen. Dan? Ja, over tuin. Daar ging het over. Okay. Ja. En ook een boek van volgens mij Paul Mason gelezen over, maar daar ben ik nog in bezig. Ja. Over een toekomst die wat minder van het neoliberalisme afhangt, maar meer op gelijkwaardigheid is. En ook wat betekent kunstmatige intelligentie in de toekomst en hoe moeten we daarmee omgaan. Dus, ook een is dat inhoud. Al inspirerend geweest? Of, ja, dat is wel inspirerend. Ja? Ja, moet wat, ik wel zeggen. Wat heeft u daaruit? Nou ja, eigenlijk ook wel de bevestiging van de mening die we hebben, als GroenLinks ook, over hoe je naar neoliberalisme aankijkt. Mm-hmm. En dat we steeds meer mensen geworden zijn die ons richten op economie en op mm-hmm. cijfers, mm-hmm. in plaats van op wat is voor mensen belangrijk. Ja. En je ziet dat dat uiteindelijk wel tekort doet. Dat doet mm-hmm. mensen gewoon veel tekort. We zijn, mm-hmm. we zijn geen BV, we zijn een samenleving. Ja. En in dat boek komt dat heel duidelijk ook naar voren. Oké. Hoe ziet u dat dan? Wat heeft dat voor gevolg als we dat het niet op de juiste manier doen? Ja, je gaat een stukje menselijkheid mm-hmm. verliezen. Menselijkheid en keuzes die je gaat maken. En dat is natuurlijk ook wat we in Arnhem de afgelopen tijd ook al een paar keer benoemd hebben. Mm-hmm. Dat je kijkt van ja, we hebben een aantal regels. Mm-hmm. We hebben ook een aantal financiële regels bijvoorbeeld. Mm-hmm. En zijn die dan belangrijker dan de mensen? Mm-hmm. Of moeten we als die mensen last hebben van dat soort regels, moeten we die regels dan niet aanpassen? Ja. En ik ben voor het tweede. Als de mens last heeft van de regels, moeten we kijken mm-hmm. of we die regels kunnen aanpassen. Mm-hmm. En mensen gaan boven cijfers. Ja. En daar gaat het boek eigenlijk ook om. Ik kom straks wel heel even op terug. Ja. Misschien ook even naar u persoonlijk. Afgelopen periode fractievoorzitter geworden. Ja. Hè? Ook best jong. Ik ben ook even benieuwd naar hoe is dat zo voor u gegaan? Kun je daar wat bij u geven? Hoe loopt dat u uiteindelijk zo rond de 30ste fractievoorzitter wordt hier van de grootste partij in Arnhem? Wat heeft u daar gebracht? Helemaal vanaf het begin. Waar u wil beginnen, wat relevant is. Ja. Nou, eigenlijk is heel veel relevant. Ik ben opgegroeid in een gezin waar we het heel vaak over politiek hadden. Mm-hmm. Mijn ouders waren altijd links georiënteerd. Mm-hmm. Mijn moeder die werkte al de hele leven in de zorg, nog steeds. Mm-hmm. En mijn vader die leeft inmiddels niet meer, maar die was heel actief in het maatschappelijk middenveld. Dus het was voor ons ook heel vanzelfsprekend dat je iets gaat doen voor de samenleving. Mm-hmm. En dat je inzet voor anderen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat al met de paplepel ingegoten. Ja. En ook inderdaad. Met je linkse familie? Of, Nou, niet de hele familie, maar met ons gezin wel. Gezin wel. Ja. En, die politieke kleur zat daar wel in? Die zat er al in. Ja. En later zijn mijn ouders ook GroenLinks gaan stemmen. Okay. Dus dat is ook wel leuk. Later zeggen jullie eens. Eerst was het PvdA of zo? Eerst PvdA, inderdaad. Ja, denk ik veel mensen. En ik heb ze denk ik, misschien heb ik ze kunnen overtuigen. Misschien dat is ook wel fijn om te horen dat je het dan zelf hebt kunnen doen. Ja. En wat je ook ziet, mijn ouders zijn ook altijd gericht geweest op natuur, op de medemens. Ja. Op gelijkwaardigheid, dat soort zaken. En dat komt natuurlijk bij GroenLinks heel erg naar voren. Ja. Maar in mijn eigen zoektocht ben ik ook gaan kijken van wat vind ik nou belangrijk in de wereld? Hoe wil ik dat de wereld eruit ziet? En ben ik ook bij GroenLinks terechtgekomen omdat er een partij is met heel veel goede ideeën, maar ook wel de wens om die ideeën in de praktijk te brengen. Mm-hmm. Niet alleen maar te roepen en te agenderen, maar echt ook verandering te brengen. Mm-hmm. En zo ben ik uiteindelijk bij GroenLinks terechtgekomen. Wat zijn voor u een aantal kernwaarden die daar dan belangrijk in zijn? Nou, wat ik al zei, gelijkwaardigheid, maar ook opkomen voor wat kwetsbaar is. Volgens mij hadden wij een jaar of 12 geleden ook de campagneslogan knokken voor wat kwetsbaar is. Mm-hmm. En dat gaat over mens en dier en natuur. Ik denk dat dat is voor mij echt de kernwaarde van GroenLinks. Mm-hmm. Ook de linkse politiek. Soms wordt GroenLinks alleen als een groene partij weggezet, maar we zijn ook echt een linkse partij. Ja. Ik vind dat die linkerkant ook heel belangrijk. Mm-hmm. Strijden tegen armoede die in Nederland gewoon er is. Ja. Ook kijken van wat kan je doen naar het buitenland toe, internationale solidariteit. Mm-hmm. Dus dat zijn voor ons wel voor mij ook wel kernelementen. En waarom dat toch GroenLinks? Want ik denk net dat uw kernwaarden zijn, maar dat er wel andere partijen zijn die deze waarden wel zouden kunnen onderschrijven. Wat onderscheidt GroenLinks zich dan toch? Wat GroenLinks onderscheidt is de combinatie tussen groen en links. En ook de veronderstelling dat die dingen verbonden zijn en dat je allebei nodig hebt. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat er geen één partij is die de ideeën heeft die GroenLinks heeft. En zeker niet de mix heeft die GroenLinks heeft. Okay. En ook de wensen heeft om die in de praktijk te brengen. Mm-hmm. Van het eerste volledige jaar dan als fractievoorzitter geweest. Hoe je dat zo ervaren? Ook meteen de fractievoorzitter van de grootste partij in de Arnhemse Raad natuurlijk. Ja. Hoe was dat voor u? Een belangrijke verantwoordelijkheid. Ja. Ook leuk om te doen. We hebben een hele leuke fractie met heel veel verschillende mensen. Mm-hmm. Een hele frisse fractie. En wij hebben denk ik ook een hele goede samenwerking onderling. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor mij als fractievoorzitter. Maar je ziet wel, het is natuurlijk anders wanneer je raadslid bent van een oppositiepartij die relatief klein is ten opzichte van de fractievoorzitter van de grootste partij, ook in de coalitie. Ja, nee, dat lijkt me een wereld van verschil. Ja. Daarom kan ik me voorstellen dat er dingen zijn waar je tegenaan gelopen bent. Ja.
Nou ja, zijn die er? Of zijn er dingen die u vooraf hebben? Ik ben tegen heel veel dingen nou, niet aangelopen, maar daar ben ik mee geconfronteerd. Ja. Van hoe ga je in een fractie met elkaar om? Misschien ook wel eens geknald, inderdaad. Ja. En een coalitie waar het niet altijd even makkelijk liep. Mm-hmm. Een gemeenteraad waar we niet altijd even vriendelijk met elkaar omgaan. Mm-hmm. Dus dat zijn wel een aantal dingen waar je als fractievoorzitter misschien nog wel eerder tegenaan loopt dan wanneer je raadslid bent. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, geeft misschien meteen een bruggetje inderdaad naar even de huidige politieke crisis waar we in zitten. Zelf op de gemeenteraad waar we niet altijd vriendelijk met elkaar omgaan. Rijk, u heeft inderdaad een paar weken geleden besloten aan de Partij van de Arbeid om de coalitie samenwerking voorlopig te stoppen. Een van de dingen die je ook ziet daarna, misschien wel het uitbarstje komen, dat er ook van alles over en weer geroepen wordt, wat inderdaad niet altijd een vriendelijke sfeer in ieder geval onderling neerzet. Hè. En dan schofferen, het is een wespennest, worden personen ingehakt, wil om samen te werken ontbreekt. Zo even wat losse quotes van wat verschillende politici. Hè. Is dat een prettige sfeer op dit moment nog om daarin te moeten werken eigenlijk binnen de Arnhemse politiek? Kijk, ik denk, en zo staat onze hele fractie erin, maar ook ik, van we vinden het heel belangrijk en leuk werk om te doen. We zijn het niet voor niks gaan doen. Het is een werk wat heel veel tijd kost, maar we vinden het prachtig werk om te doen. En je ziet ook de contacten die we in de stad hebben met heel veel mensen, heel veel organisaties. Dat is hartstikke positief. En soms schuurt dat ook wel eens. Er zijn mensen het niet met ons eens of eens met wat wij als coalitie gedaan hebben. Maar dat is altijd leuk om te doen en mooi om te doen. Je ziet al steeds meer dat er woensdagavond, waar we als gemeenteraad vergaderen eigenlijk om besluiten te nemen in het belang van de stad. Dat is de bedoeling, hè? Ja. Dat steeds minder een hoogtepunt wordt eigenlijk van de week. Dat je eens denkt, moeten we naar de raad, want dan moeten we het vooral over elkaar hebben. Ja. En hebben over hoe gaan we met elkaar om, in plaats van dat we de besluiten gaan nemen die we willen nemen. Waar we het de hele week over hebben, waar we de hele week over nadenken, waar we hard aan werken. Ja. En in plaats daarvan hebben we het over procedures, hebben we het over personen. Ja. En dat is heel zonde. Ja. Dat werkt uiteindelijk niet bevorderlijk voor de stad en ook niet voor je werkplezier. Nee, en ook voor het hele beeld van de politiek niet, denk ik. Nee. En ook niet voor de slagvaardigheid. Waarom blijft dat voor u voelt toch steeds maar het thema? Want het is niet voor het eerst, niet het eerste jaar dat dit een van de hoofdthema's is. Nee. Het blijft me terugkomen met die relatie en bestuurscultuur, omgangsvormen, dat zo moeizaam blijft binnen die Arnhemse politiek. Hoe komt dat, denkt u? Ja, als ik de definitieve analyse had, dan hadden we heel veel kunnen voorkomen, denk ik. En ik denk dat niemand die heeft, omdat het natuurlijk deels heeft het te maken met een stukje geschiedenis in Arnhem. En je gaf al aan, van het is natuurlijk iets wat al jaren speelt. Zelfs heb ik gehoord in begin jaren 90 is een heel item geweest in Vrij Nederland over de Arnhemse politieke cultuur. Je kunt het zelfs over decennia terugkijken, maar dat dit wel een beeld is van de Arnhemse politiek. Dus, zeker, maar ook zeker iets van de afgelopen jaren. Ook iets van de afgelopen jaren, dat hangt natuurlijk ook, en dat is niet anders, ook met personen. Iedereen heeft daar zijn eigen rol in. Wat er dan gedaan kan worden om dat ineens om te keren, dat is heel lastig. Ja. We hebben geprobeerd ook, we dachten ook na de verkiezingen van vorig jaar, we hadden natuurlijk het rapport van Frisse gehad. Een flinke spiegel waar iedereen zich wel in zou moeten herkennen. Helaas deed niet iedereen dat. En je verwachtte wel dat na de verkiezingen, waar dat ook een groot item was. Ja. Toen kwam natuurlijk in ieder debat kwam het naar voren. En alle artikelen kwamen naar voren. Dan verwacht je wel dat er een verandering gaat plaatsvinden. En dat is voor een heel groot deel ook gelukt. Je zag ook in het begin van de periode een hele positieve sfeer. Mensen die op een andere manier met elkaar willen gaan samenwerken. Je zag een college, en dat zie je gelukkig nog steeds, met een positieve houding naar elkaar toe, naar de gemeenteraad toe. Meer open. Maar je ziet ook wel aan de andere kant heel veel elementen die minder positief zijn. En dat is wel heel jammer. Ik had gehoopt dat dat wel wat beter zou gaan naar de verkiezingen dan de periode daarvoor. Ja, ik noem het rapport Frisse al. Ik had hem toevallig ook even meegenomen. Kijk. Dat is natuurlijk iets wat anderhalf jaar geleden ongeveer is uitgebracht. Ja. De gemeente wilde dat heel graag. Is ook groot neergezet natuurlijk. Dus vorig jaar was dit ook een heel actueel thema. Maar dat is het eigenlijk nog steeds wel. Als je ook kijkt naar de gesprekken met de informateurs bijvoorbeeld. Benoemt bijna elke partij ook weer dat rapport. Ja. Vindt u dat daar nou voldoende mee gedaan is? Want anderhalf jaar geleden is hij neergelegd. Er staan een paar duidelijke adviezen in. Van de een herkent zich meer dan de ander. Ik denk dat dat ook een beetje in de beeldvorming zit die daarna ontstaan is, waar sommigen wat meer moeite mee hadden. Maar dat er toch de adviezen die erin staan door de meeste partijen eigenlijk wel onderschreven worden. Maar is er nou eigenlijk al voldoende invulling aangegeven? Kijk, een rapport is heel geduldig. Hè. Je legt hem in een la en het is allemaal, precies, iedereen heeft een leuke tijd gehad. Daarom vraag ik leuk, invulling, maar, hè, dan, maar inderdaad, wat ga je er dan mee doen? Ja. En ik vind dat eigenlijk daar veel meer gedaan mee had kunnen worden. Ja. Wat ik al zei in het begin van de periode, van deze periode, is er ook wel een aantal positievere houdingen geweest. Je zag ook dat de tegenstelling oppositie-coalitie veel minder sterk was dan de vorige periode.
Dat de partijen over en weer elkaar wat gingen gunnen. Mm-hmm. En dat je een college had die een veel positievere houding had dan in het rapport Frisse over de vorige periode gezegd werd. Mm-hmm. Maar als je vervolgens ziet dat in de gemeenteraad partijen inderdaad heel erg zaken heel persoonlijk maken, mm-hmm. harde bewoordingen gebruiken. Mm-hmm. Ook richting het college heel veel vragen stellen. Niet alleen mm-hmm. maar om politiek iets te bereiken, mm-hmm. maar meer om, lijkt wel, te frustreren. Ja. Ja, dat sluit er totaal niet aan bij dit rapport. En dan had je daar veel meer mee kunnen doen. Nee, en af en toe moeten we deze, en ik denk dat iedereen dit recens ook bij zich moet pakken en eens een keer moet doorlezen van wat hebben we hier nou mee gedaan? Wat kan ik er zelf mee doen? Mm-hmm. En hoe moeten we hier dan de volgende periode mee verder? Want je ziet ook, en dat heeft natuurlijk ook te maken met dit rapport, die coalitiebreuk, die heeft daar natuurlijk ook weer invloed op. Heel veel partijen noemen het ook. Ja. Nou, dan moet je af en toe reflecteren. Nu, het is natuurlijk nooit te laat om te leren, maar nu al een gemiste kans dat daar na anderhalf jaar eigenlijk toch nog weinig van is opgepakt. Of de politiek niet, in ieder geval in gezamenlijkheid, bij elkaar heeft gezeten van jongens, zijn we hier nou al voldoende mee op de goede weg? Nou, zeker gemiste kans, maar het is nooit te laat. We hebben nog drie jaar te gaan. Ja. Ik denk dat we heel veel mooie dingen kunnen bereiken. Ja. Ik hoop ook, en dat was ook wel een van onze ambities, mm-hmm. om te zorgen dat er meer vertrouwen komt in de politiek. Mm-hmm. Wij blijven er alles aan doen, maar we mm-hmm. hebben natuurlijk, we zijn met 7 van de 39. Mm-hmm. We hebben die andere 32 keihard nodig. Er zitten heel veel partijen bij. Het geldt voor elke partij. Ja. We zien heel veel mensen die heel positief in samenwerking staan, heel positief tegenover mm-hmm. elkaar staan. Aan ideeën werken en ik probeer die positieve meerderheid eigenlijk mm-hmm. gewoon nog steeds te zien. Ja. En ik denk echt dat, ook al is het nu anderhalf jaar misschien te weinig gebeurd, dat we de komende 3 jaar daar echt wel verandering in kunnen gaan brengen. Ja. We moeten er wel mee. We willen het wel op gaan pakken. Ja, zeker. Dus volgend jaar dan kunnen we het er nog zo voor hebben. Ja, nee, zeker. En dan hoop ik met een positieve bericht te komen. Ja. Misschien toch, als we een stukje kijken naar de inhoud van het rapport, kunnen we wel kijken van hoe gaat dat dan op dit moment in de Raad? Een aantal dingen benoemd, Frisse, dan een aantal concrete adviezen. In een van de eerste zegt hij eigenlijk van de rol van de Arnhemse Raad eigenlijk. Het moet eigenlijk meer zijn rol pakken. Ja. Zou meer onderling het gesprek moeten voeren en minder alleen met het college. Ja. Hoe ziet u dat gaan op dit moment? Nou, onvoldoende eigenlijk. Mm-hmm. Je ziet dat, en dat noemde ik eigenlijk al die vragen die gesteld worden, dat zijn natuurlijk allemaal vragen aan het college. Mm-hmm. En je ziet ook, we hebben een nieuwe vergaderstructuur, mm-hmm. Allemaal niet heel interessant, maar wel belangrijk. Ja. Die juist gericht was op meer de discussie onderling als mm-hmm. gemeenteraad. Maar wat je nog steeds ziet, mm-hmm. is dat het meer een ondervraging is mm-hmm. van het college door mm-hmm. de gemeenteraad, dan een discussie als gemeenteraad zelf. Van wat vind je hier nou eigenlijk van? En wat kunnen jullie daaraan doen? Wat wij proberen te doen in ieder geval is altijd ook kijken als wij vragen stellen of technische vragen stellen, hebben we dit echt nodig om tot een besluit te komen? Mm-hmm. En als we het niet nodig hebben, omdat we er al een mening over hebben, dan kan je wel die vragen stellen. Maar mm-hmm. ten eerste belast je dan onnodig ambtenaren. Mm-hmm. Maar ten tweede geeft dat ook minder tijd aan de politieke discussie die je ergens over wil voeren. Okay. Dus wij proberen daar ook meer op te richten. De rol van de burgemeester staat er ook duidelijk in. Of misschien wel algemeen van de voorzitter van de raad, wat vaak de burgemeester is natuurlijk. Ja. Hoe vindt u dat gaan? Wij zijn heel positief over de burgemeester. Ja. Die is hartstikke zichtbaar in de stad. Heeft ook heel veel aandacht voor de belangrijke thema's zoals de Slag om Arnhem, die voor Arnhem heel belangrijk is. Mm-hmm. Je ziet ook in de gemeenteraad dat die steeds meer ook... de gemeenteraad is niet zo heel makkelijk, dus dat is als voorzitter nog wel eens lastig, maar er ook gewoon een goede rol in heeft. Mm-hmm. Af en toe denk ik van het kan misschien wel wat scherper en ook wat harder richting mensen toe, naar mensen toe. Soms is het ook gewoon klaar als mm-hmm. een discussie maar voortduurt. Ja. Maar over het algemeen gaat dat prima. En uiteindelijk, kijk, een voorzitter kan redelijk sturen, maar als de 39 raadsleden op een andere manier gaan besluiten mm-hmm. of een procedure anders inrichten, mm-hmm. Dan kan je als voorzitter roepen wat je wil, maar dan houdt het op een gegeven moment op. Ja, dus over het algemeen positief, het kan soms wat scherper. Wat ook wel interessant is, zeker wel in de discussie die nu ook al speelt, bijvoorbeeld van uw partij richting D66, zijn de adviezen over dualisme. Omdat Frisse ook eigenlijk wel zegt van iets dualistischer mag wel eigenlijk. Hè? Dus ook niet alleen maar dicht in met akkoorden, smalle meerderheden, maar iets meer discussie, dualisme, ook richting college. Ja. Daar kun je natuurlijk ook altijd kijken van hoe vul je dat in, hoe ze tonen, dat soort dingen. Ja. Opvallend is dat wel het advies is en dat nu eigenlijk ook kritiek van uw partij, maar andere partijen onderschrijven dat wel. Die zeggen van D66 geeft wel een hele dualistische opstelling en dat is juist... Ja. Iets wat tegenwerkt eigenlijk. Ik heb het denk ik nooit een dualistische opstelling genoemd. Ik denk eerder een oppositionele instelling en opstelling. Dat vind ik wel iets anders dan dualistisch. Want dat schrijft Frisse ook. Ja. Dualisme wordt ook nog wel eens als mythe gezien. Mm-hmm. Dat is het college en wij zijn de raad. En ik weet niks van het college, want mm-hmm. daar mag ik niet mee spreken. Dus mm-hmm. dat doen we alsof we dat niet weten. Alsof we daar niet mee om mogen gaan. Ja.
Je moet dualisme niet als mythe opvatten. Uiteindelijk zitten we hier met 39 raadsleden, 7 wethouders of 6 wethouders en een burgemeester. Om de stad te besturen. Mm-hmm. En niet om ons aan proceduretjes te fixeren. Mm-hmm. En die tot een mythe te verklaren. Maar om de stad te besturen. Mm-hmm. Dan moet je hem op een integere en open manier doen. Mm-hmm. Transparante manier doen. Ja. Dat betekent niet dat je niet samen de verantwoordelijkheid kan nemen als 39 raadsleden, ook samen met het college. Nee, tuurlijk. Maar los van welke term, hè, je kunt ze oppositioneel, ja, dat klinkt raar voor een coalitiepartij, maar dat is juist dat is, ja, dat daarmee, is ook daarmee aan wil geven. Ja. Maar het gaat natuurlijk om, van, hè, wat ook in dualisme zit, van dat je ook al bij je coalitie, maar best je eigen geluid kan laten horen, een keer iets anders als college kan vinden. En misschien wel wisselende meerderheden, dus een keer tegen het college kan stemmen. Ja. Hè, dat je daar een bepaalde dynamiek in hebt, zeg maar. Hoe ziet u dat? Wat zou daarin een wenselijke vorm zijn? Nou, wat een wenselijke vorm is, en dat hebben we ook geprobeerd met het coalitieakkoord, om hem niet heel groot te maken, niet heel gedetailleerd te maken. Dat is denk ik ook gelukt. We hebben bijvoorbeeld ook gezegd, nou, we hebben een klimaatfonds en die is gelukkig nu ook geaccordeerd door de gemeenteraad van 10 miljoen. We hebben wel gezegd wat de doelen zijn, maar hoe dat precies gaan doen, daar geven we ook gewoon ruimte voor in de uitvoering. Dat wordt ook genomen door de gemeenteraad. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je gewoon zegt, ja, we zijn wel een coalitie, we moeten een stevige basis creëren, ook voor het college. Maar uiteindelijk willen we ook de rest van de gemeenteraad ruimte geven om hun eigen ideeën te brengen. Ja. En ook over de grens van de coalitie samen te werken met partijen. Dat doen wij ook als GroenLinks met heel veel partijen. Ja. Ja. Er zijn een heel aantal partijen waar we een hele constructieve samenwerking mee hebben, die ook buiten de coalitie zitten. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. Maar daarvoor zei je, de manier waarop D66 dat deed, dat was... ging te ver van wat dat was onprettig. Wat was daarin wat u niet goed vond? Ja, kijk, uiteindelijk is de coalitiesamenwerking opgezegd om inhoudelijke redenen. Hè, dat wij een zorgtekort zagen van 18,5 miljoen. Waar D66 en VVD vast wilden houden aan strenge financiële regels. En wij zeiden nee, we hebben nu een situatie die compleet anders is dan een jaar geleden. Nee, het is inderdaad daar dus, ook een stijl. Ik denk dat het goed is dat we straks ook nog even over zorg hebben. Hoor. Dus zeker, want überhaupt is zorg ook een issue. Maar ik wil dit punt toch nog even afmaken. Van hoe die stijl en dat dualisme dan, of in ieder geval de samenwerking met die partij dan niet goed liep, zeg maar. Ja. Nou, wat je ziet is, kijk, als coalitie hoef je niet altijd hetzelfde te stemmen. Mm-hmm. Sterker nog, we hebben ook gezegd, we moeten daar ruimte nemen. We moeten ook zorgen dat we met andere partijen goed kunnen samenwerken. Ja. En dat hoeft niet altijd met de coalitie afgestemd te worden. Maar je mag wel verwachten dat als er bijvoorbeeld coalitieafspraken zijn, dat je daar overleg over met elkaar hebt. Als je daar iets aan wil veranderen of als je... als je een coalitiepartij bent, dat je ook wel ergens een soort van verantwoordelijkheidsgevoel voelt om de bestuurbaarheid van de stad in de gaten te houden. En niet het college te overstelpen met vragen die eigenlijk voor jou geen politiek nut hebben, maar meer zijn om maar heel veel vragen te stellen. Ja. En ook te zorgen dat je een fatsoenlijk debat houdt, ook met je collegeleden, en daar geen ondervraging van maakt die verder gaat dan alleen maar de inhoud. Ja. Dat was niet meer fatsoenlijk, het debat? Ik vond het af en toe wel op het randje, zeker. Ja. Ja. Is er een voorbeeld bij wat u dan te ver gaat? Eigenlijk zijn er een aantal voorbeelden waarin je ziet dat D66 de kwaliteiten of zelfs de integriteit van het college... als een kwestie neerlegt. Ook gewoon een erg negatieve houding aanneemt. En je mag best wel eens een keer negatief zijn, zijn wij ook geweest. Ja, ja. En dingen waar we ook tegen waren, waar het college mee kwam. Ja. Maar dat vind ik sowieso in oppositie moet je dat ook op een fatsoenlijke manier doen. Hebben wij ook gedaan de afgelopen periode. Maar zeker ook als coalitiepartij heb je een collegedragende verantwoordelijkheid. Ja. En die werd niet genomen. Oké, helder. Om dan misschien fris even af te sluiten, al is deze vraag bijna stellen, beantwoorden. Maakt politiek minder persoonlijk? Minder persoonlijk, maar wel meer menselijk. En dat is denk ik wel belangrijk. Persoonlijk dat is heel wat anders. Dat zijn heel andere dingen. In de zin van onderling persoonlijk. Ja, inderdaad, die persoonlijke aanvallen, dat moet gewoon afgelopen zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Helder. Misschien goed om ook even naar de inhoud te gaan, ook van de coalitiebreuk. Maar de zorg is natuurlijk een groot thema geweest afgelopen jaar in Arnhem. Zorgtekorten zijn enorm opgelopen. Daar kwam u uiteindelijk ook inhoudelijk niet uit. Maar hoe kijkt u aan op dit moment tegen die problematiek? Wat de achtergrond van die tekorten en hoe zou u daarmee om moeten gaan? Je ziet 18,5 miljoen tekort. Dat is een enorm tekort. Ook voor een gemeente als Arnhem. Dat is een tekort wat we vorig jaar niet aan zagen komen. We zagen wel wat her en der natuurlijk ook door bevolkingsveranderingen dat er misschien wat meer kosten ergens in de zorg aan zouden komen. Maar dat het zo enorm zou zijn, dat hadden we natuurlijk nooit in de gaten gehad. En ook andere gemeenten niet. Dus het is ook niet iets wat per se Arnhem aan te rekenen is. Niet uniek, je ziet dat inderdaad bij bijna alle gemeenten zie je dat voorkomen. Je ziet gemeenten die zelfs nog veel grotere problemen hebben.
Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. We moeten daar onze verantwoordelijkheid in nemen als stad. En we kunnen niet steeds naar Den Haag wijzen dat zij het verkeerd doen. Ja. Dat moeten we wel benoemen. Ja. En dat blijven we ook doen. Dat doen we ook bij de zorg. Want zij hebben het gewoon over de schutting gegooid. Mm-hmm. Met te weinig geld. Mm-hmm. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En daar moeten ze iets aan doen. Mm-hmm. Maar zolang ze dat niet doen, betekent niet dat wij de verantwoordelijkheid niet hebben om er zelf iets aan te doen. Ja. Dus wij moeten doen wat in onze macht ligt om te zorgen dat we in ieder geval de tekorten op zo'n manier tegengaan dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Nou, dat is een discussie waar we het echt maanden over gehad hebben in de gemeenteraad, ook in de coalitie. En daar kwamen we als coalitie niet uit. Ja. En dat is heel vervelend. Maar dan vinden wij als GroenLinks dat als wij compromissen willen maken, maar dat wordt niet geaccepteerd, omdat er steeds maar regels belangrijker zijn dan mensen, ja, dan moeten we op een gegeven moment de keuze maken. Ja. En die keuze die doen wij voor de stad. Ja. En dat is soms hard, maar dat moet dan gebeuren. Maar de manier waarop je zorg georganiseerd is, heeft u daar al een beeld bij of we dat op de juiste manier doen, zeg maar? Dan hebben we het ook over de marktwerking, wat u zegt van dat er goede zorg moet zijn voor iedereen en voldoende en dat we dat moeten betalen. Ja. Dat zal iedereen denk ik nog wel zeggen op die manier. We er dan invulling aan geven, het weer een tweede. Maar hebben we het wel op de juiste manier georganiseerd? En dat wil voor mij ook zeggen van alle zorg die we nu geven, is dat terechte zorg? Krijgen mensen zorg die ze nodig hebben? Ja. Betalen we wel voor wat er uitgevoerd wordt? Hè? Dat soort vragen die je allemaal kunt stellen om naar die tekorten te kijken, zeg maar. Hè? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, er zijn heel veel maatregelen, bijvoorbeeld aangekondigd, maar ook genoemd door de gemeenteraad, ook door ons, die je zou kunnen nemen om te zorgen dat je die tekorten in de zorg gaat dempen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet je, wat ik zei, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voorop stellen. Ja. Mensen die vragen niet voor een lol zorg aan. Nee. Dus mensen hebben dat vaak ook nodig. Je kan wel kijken, kan je bijvoorbeeld zorgen dat je minder aanbieders hebt. We hebben honderden aanbieders, kan je dat niet met wat minder doen? Minder winst gemaakt wordt, hè? Waardoor je minder geld kwijt bent. Kijk, winst op zorg maken, dat lijkt me sowieso niet de bedoeling. En dat is natuurlijk iets wat ook landelijk heel erg speelt. Mm-hmm. Wij hebben te doen met de landelijke regels. Ja. Maar kijk, voor ons is de zorg geen markt. Mm-hmm. Dat moet het ook niet zijn. Mm-hmm. En dat is het misschien zeker landelijk te veel. Ja. Maar goed, dat moeten ze landelijk dan maar regelen. Ja. Wij moeten lokaal doen met de regels die we hebben. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat we heel veel aanbieders hebben. En die hebben natuurlijk ook al hun belangen. En als die ze zorg declareren die ze misschien onvoldoende uitgeven, dan betalen wij geld voor iets wat waar we niets voor terugkrijgen. Ja, en ik weet niet of dat heel erg zo is. Want er wordt ook heel erg gekeken naar fraude. En dat wordt ook heel erg voorkomen. Dus ik denk dat dat niet per se in de miljoenen loopt. Hè. Misschien dat er wel eens een keer wat verkeerd gaat. Mm-hmm. Maar er zal geen miljoenen tekort opgelost worden door dat soort dingen te doen. Okay. Mm-hmm. Dus ik denk dat het voor een heel groot deel. Je ziet ook bijvoorbeeld dat de tekorten in de zorg niet komen doordat de zorg duurder is geworden. Mm-hmm. Nee, je ziet dat veel meer mensen zorg vragen. Ja. En dat is een goed teken, want dat betekent dat we mensen meer weten te bereiken. Ja. En nu overtuig ik me wel dat die zorg ook terecht is die dan gevraagd wordt? Nee, het merendeel zeker. Ja. En er zal op individuele basis echt gekeken moeten worden van is deze zorg nou nodig? Maar vooral is deze zorg in het belang van de Arnhemmer. Mm-hmm. We moeten niet kijken, want dat is ook precies wat ik aan het begin zei, wat is economisch nou verstandig? Nee, we moeten kijken wat is voor mensen belangrijk. En soms zie je dat er misschien wel overbehandeld wordt. En dat zie je, dat zou kunnen. Maar dan moet je dat op een individuele basis bekijken. En ik denk dat we daar wel ook als systeem naar kunnen kijken. Maar niet in de zin van, wat is nou economisch het meest verstandig? Zorg staat voorop. En dan moeten we kijken hoe we dat kunnen gaan betalen. Ja. Nou, uiteindelijk kwam je daar op een aantal miljoenen niet uit met D66. Op heel veel miljoenen, ja. Een miljoen of 8 geloof ik zo, om en nabij. Nee, ik zeg altijd, we zijn er op 18,5 miljoen niet uitgekomen. Want wij waren bereid om een compromis te sluiten. Ja. Waarbij wij heel veel bewogen en ook de andere partijen moesten bewegen. Daar kwamen we niet uit, maar dat betekent niet dat omdat wij dat stuk wilden bewegen dat het tekort kleiner is. Nee, het tekort is 18,5 miljoen. Die moesten we samen oplossen met de hele gemeenteraad, ook als coalitie. Mm-hmm. En daar kwamen we niet uit. Nee. Ja. U wil uiteindelijk ook meer financiële armslag. Uiteindelijk is er ook nog wel op de valreep een motie aangenomen met een meerderheid. Ja. Die eigenlijk zegt van nou, we vinden het toch wel belangrijk om die financiële regels wel te handhaven. Ja, dat is een rare motie natuurlijk, want we hebben een financiële verordening die is vastgesteld. En een motie om te zeggen dat we die vastgesteld hebben is natuurlijk een beetje gek. Daarnaast vond ik de timing ook vrij belabberd. We hebben ook gezegd bij de perspectiefnota, gezien de politieke situatie, past terughoudendheid. Zeker bij partijen die gevraagd is het voortouw te nemen in de coalitieverkenning, GroenLinks en VVD. Dus wat wij ook gedaan hebben is moties en amendementen die financiële gevolgen zouden hebben of politiek grote gevolgen hebben, die hebben we niet gesteund, hebben ook niet ingediend. Dat vind ik een verstandige en redelijke manier van met elkaar politiek voeren.
Dat hebben andere partijen wel gedaan, dat is een goed recht. En wij hebben bijvoorbeeld geen motie ingediend om te zeggen de OCB moet omhoog. Want de kosten zijn enorm gestegen en we moeten solidariteit tonen. Dat hadden we kunnen doen. Maar dan leg je zo'n beslag op de onderhandelingen die eraan komen. Ja. Dat is niet verstandig. Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen. Dat invloed heeft op de onderhandeling. Ook omdat duidelijk wel blijkt dat een raadsmeerderheid wel vindt eigenlijk dat dat dus zou moeten. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel makkelijk gezegd. Kijk, ik vind het ook prima om te zeggen, we hebben niet voor niks dit coalitieakkoord ook gesteund met deze maatregel erin. Maar als je ziet dat er een tekort is van 18,5 miljoen op de zorg. En mij wordt gevraagd, oké, we moeten dat tekort oplossen. Wil je dat dan ten koste laten gaan van de zorg? Of ga je maar iets minder sparen? Dan is de keuze voor GroenLinks makkelijk. Ja. Wij vinden zorg belangrijker dan de spaarpot van, van de gemeente maar blijven vullen. Maar als je ons apart vraagt, wil je meer geld in je spaarpot? Zeggen we ook ja. Maar je moet het in zijn geheel bekijken. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje de tekortkoming van deze motie geweest. Ja. Want het is gewoon zeggen, we vinden dit belangrijk, maar hoe we dat gaan betalen, dat staat er niet bij. Oké, dank u wel. Nou ja, uiteindelijk hebben de informateurs van eentje van GroenLinks, meneer Groot-Wassink en meneer Marking van de VVD, een paar weken werk geleverd voor het reces. En blijkt allemaal niet zo makkelijk. Hè? Dus de conclusie voorlopig die zij trekken van moeilijk te ontwarren knoop. En ze zien nu eventjes, of in ieder geval op dat moment, geen kansrijke optie op korte termijn. Dus inmiddels is langzaam aan iedereen terug van reces. Of een paar weken verder, geloof ik. Ja. Misschien worden wat koppen koffie gedronken ondertussen, dat weet ik niet. Maar, vast en zeker. Maar hoe dan ook de situatie, hoe die nu ligt, blijkt geen makkelijke puzzel. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want er zal toch wel weer iets tot stand moeten gaan komen. Ik denk een hele terechte conclusie. Het is natuurlijk een hele, we hadden het net al over de Arnhemse politiek en de politieke cultuur. Ja. Het is geen makkelijke gemeente wat dat betreft. Nee. En ook als je kijkt naar, we zijn natuurlijk een vrij gefragmenteerde raad. Met niet één partij die 12 zetels heeft. Ja. Ja. Of 13 zetels wat we wel eens gehad hebben in Arnhem. Een landelijk beeld ook is natuurlijk. Ja, een landelijk beeld. Maar ook, we zijn met 7 zetels de grootste partij. Maar we zijn relatief een relatief kleine grote partij. Ja. Dus de volgende keer gaan we proberen iets groter weer te worden. En dan maakt het wat makkelijker. Gewoon 19 zetels, dan hoef je niet meer te overleggen. Dan moet je nog wel overleggen. Ik vind het altijd wel verstandig. En ik denk dat ook wel iets moois is van de Nederlandse politiek. Dat je altijd coalities moet sluiten. En dat je moet zoeken naar meerderheden. Dus dat zou ik altijd nog wel prima vinden. Iets meer mag zeker wel. Maar dat zien we dan over een paar jaar wel. Maar het is natuurlijk zeker een moeilijke gemeente. Ook dus een gefragmenteerde gemeenteraad. En ook gezien de politieke situatie is dat natuurlijk inderdaad heel lastig. En ik denk dat het verstandig is, zeker ook met zo'n reces, dat je zegt, we nemen daar de tijd voor. Dat doen ze dus ook. Maar welke kant zal het straks op? Wat zouden de eerste stappen moeten zijn na 19 augustus, en geloof dat het dan weer opgepakt zou gaan worden. Ik denk dat er een advies moet komen over welke coalitie is het meest kansrijk. Waar kunnen we 3 jaar mee vooruit? Want we moeten niet weer, volgend jaar wil ik niet dit gesprek hierover hebben. Wil ik het gesprek hebben over wat we bereikt hebben als nieuwe coalitie, als nieuwe gemeente, als gemeenteraad. Ja. En ik denk dat het heel lastig is om te zoeken welke coalitie zou dat moeten zijn. Maar dat is denk ik wel het advies wat er moet liggen. En nogmaals, wat ik zei, daar moet je ook gewoon wel de tijd voor nemen. Maar het moet ook niet te lang duren, want we komen richting de begrotingsbehandeling. Maar het zou mooi zijn als een nieuwe coalitie daar ook zijn invulling in kan geven. Ja, lijkt me wel. Ja, hoe lang dat duurt, hoe langer ook de stad in ieder geval niet bestuurd wordt zoals je zou willen. Precies. De stad wordt bestuurd en het college gaat er gewoon door. Zit er nog, dat natuurlijk wel. En de gemeenteraad zit er ook gewoon nog. Ja. Dus wat dat betreft kunnen we gewoon stappen zetten. Maar het is wel beter als er een goede, stabiele coalitie zit. Maar goed, dat heeft het afgelopen jaar gesteund wordt, toch? Sorry? Waar ook nog een coalitieakkoord onderligt wat gesteund wordt. Ja, een coalitieakkoord met steun, een college met steun. Ja. En met een goede basis, een stevige basis waar je vertrouwen met elkaar samenwerkt. Dat is het afgelopen jaar onvoldoende gelukt. En ik denk dat we nu moeten werken aan een coalitie waar dat wel lukt. Het Klimaatfonds in Arnhem. En de maatregelen die daaruit voortvloeien. De coalitie is natuurlijk gestart met een behoorlijke klimaatambitie. 10 miljoen in het fonds. Ja. Nou, van alles mee doen, aardgasvrije wijken. Wat is er een goede jaar dat nu zo is? Wat hebben we ermee gedaan? Wat is daarmee bereikt? Ja, we hebben het eerste jaar vooral ook genomen om te kijken de ambities uit het coalitieakkoord. Je noemde er twee, het klimaatfonds en ook de gelden voor de energietransitie. Hoe gaan we die invullen? Dus er zijn nu ook duidelijke kaders en regels neergezet over hoe kan het college hiermee aan de slag. En er zijn ook een aantal plannen en het is de afgelopen weken 40 graden geweest. Het heeft keihard geregend. Je zag ook in reden weer de beelden over de wateroverlast.
En ik denk dat dat ook maar weer eens aangeeft dat we bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie heel veel moeten gaan doen. Ja. Dat is een van de redenen ook waarom we het Klimaatfonds hebben ingericht. En niet alleen voor zonnepanelen en dat soort zaken, maar juist ook voor klimaatadaptatie en andere onderdelen. En ik verwacht van het college de komende maanden daar ook een plan voor. Van hoe kunnen we dus die klimaatadaptatie op gaan pakken? Wat gaan we daar dan ook aan doen als gemeente? Dus wat dat betreft hebben we nu al heel veel mooie kaders gesteld. En nu moeten we de schop in de grond. Volgens mij gaan ook gesprekken in de wijken plaatsvinden over hoe kunnen we samen die energietransitie gaan maken. En dat is denk ik namelijk ook wel een van de meerwaardes hoor, die we als gemeenteraad gesteld hebben richting dat klimaatfonds en die energietransitie. We moeten dit samen met Arnhemmers doen, want draagvlak is essentieel. We kunnen het wel opleggen als gemeente, maar uiteindelijk moeten we het als stad samen doen. Met ondernemers, met de gemeente, met de maatschappelijke organisaties, maar ook met inwoners. Ja. En die gesprekken die zijn nu volop aan de gang. We zijn vooral bezig met de richtinggever nog geweest. Heeft u al enig idee wat daar concreet dan aan maatregelen uit voort kan komen? Ja, er zijn ontzettend veel maatregelen te bedenken. En we moeten denk ik ook ontzettend veel maatregelen gaan nemen. Ja. We hebben bijvoorbeeld onlangs zijn de zonnepanelen op het stadhuis geplaatst. Ik ga ervan uit ook straks gaan een aantal valkhuizen. Daar hadden we ooit een motie voor om daar zonnepanelen op te plaatsen. Dat soort zaken gaan gebeuren. Want ik zei ook de klimaatadaptatie, maar ook hoe ga je bijvoorbeeld woningen verduurzamen. Ook woningen in de sociale sector, zonder dat dat ten koste gaat van mensen. En mensen dus heel veel moeten gaan betalen. Hoe ga je dat op een sociaal rechtvaardige manier doen? Ja. Dus dat zijn wel heel veel dingen ook die uitgeplozen moeten worden. Waar andere gemeenten ook mee bezig zijn. Wat een heel mooi ding is, wat we het afgelopen jaar ook hebben kunnen bereiken, is dat de milieuzone, de strengste milieuzone van Nederland, is uitgebreid. En we gaan die volgend jaar, per 2020, wordt die ook weer uitgebreid. Dus dat zijn wel mooie dingen. Ja, wat gaat erbij komen? De bestelbusjes volgens mij die erbij gaan komen. Nee, ik weet het wel voor de. En we hadden dus al de strengste en nu zie je dat dat door blijft gaan. En dat heeft ook gewoon effect. Dat zullen we de komende jaren ook zien. Dus wat dat betreft lopen er mooie dingen. We hebben een luchtagenda vastgesteld. Een luchtagenda waar we ook nog als extra als GroenLinks bijgegeven hebben dat we de overlast van houtstook willen verbieden. Dus er zijn mooie stappen gezet om de luchtkwaliteit, het milieu en natuur te verbeteren in Arnhem. Ja. Voor aankomend jaar dan moeten er ook echt wat meer concreet invulling gegeven gaan worden. Dus ja. Nu heel veel proces van praten en kijken wat we willen met de stad. Zoals we een jaar zitten, dan zijn er meer maatregelen. Er zijn er meer maatregelen genomen, zijn er ook meer plannen. En wat ik zei, klimaatadaptatie verwacht er plannen van. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat over bomen. Er is natuurlijk heel veel discussie geweest over bomen. We zijn blij dat nu GroenLinks de grootste partij is. Wij waren ooit tegen het afschaffen van de kapvergunning, dat er nu eindelijk ruimte is om een nieuw bomenbeleid te gaan maken. Ja. Daar is heel veel over gesproken met de stad. Ja. En gezien de politieke situatie duurt dat wat langer, maar daar gaan we de komende half jaar hopelijk resultaat van zien. Kun je dat even, goed om even te hebben, maar even uitleggen misschien, dat van die kapvergunning is om een bepaalde reden afgeschaft en hoe dat proces dan nu verder gaat? Ja, er waren een aantal partijen toen tegen het afschaffen van die kapvergunning, waaronder GroenLinks, ook Partij van de Arbeid. Waarom is die afgeschaft en wat deed die kapvergunning? De kapvergunning, wat mensen zeiden van dat is onnodige bureaucratie. Ja. En laat mensen gewoon vrij. Het maakt gewoon niet zoveel uit en het is goedkoper. Dat het goedkoper is nooit bewezen. Dat het beter is voor bomen is nooit bewezen. Sterker nog, je ziet dat mensen veel makkelijker gaan kappen. Dus wat ons betreft komt er een vorm van een kapvergunning terug. Hoe die eruit moet zien, daar moeten we dan nog over hebben. Maar dat we zoiets moeten hebben, betere bescherming van bomen, dat lijkt ons heel belangrijk. Ja, maar dat je een vergunning nodig hebt om een toestemming om een boom te kappen in ieder geval. Ja, we waren toen tegen en dat zijn we nog steeds. Ja. Dus wij verwachten ook en daarom vinden we ook dat er vaart gemaakt moet worden met dat bomenbeleid. Ja, dat proces waar we nu in zitten, dat jij op dit moment wethouder, ook uw wethouder mevrouw Bouwkamp aan het kijken is van hoe kunnen we daar een goede manier invulling aan geven? Is er even een beetje beeld bij? Of? Nee, daar heb ik geen beeld bij. Ik weet wel dat er heel veel gesprekken zijn geweest in de stad. Er zijn ook bij een aantal van die gesprekken geweest. En je ziet dat inderdaad heel veel mensen ook zeggen die kapvergunning vinden we heel belangrijk. Maar ook dat er meer bomen moeten komen. Dat lijkt me ook een heel belangrijke basis. Dat is ook wat we altijd gezegd hebben. Ja. Dat is ook de ambitie geweest van wethouder Bouwkamp om dat te doen. Maar nu is het nog zorgen dat daar een politieke meerderheid voor komt. Zorgen ook dat het college met een voorstel komt naar de raad. En wij zullen, als het ons te lang duurt, zullen we er ook naar gaan vragen. Ja. En zeggen van, wij willen gewoon dat er zo'n bomenbeleid komt waar een betere bescherming is. En er meer bomen komen. Ook die ligt er volgend jaar. Ja, okay. Daar gaan we het over hebben. Ja, nou, een stukje vooruitkijken hebben we eigenlijk al een beetje gedaan. Ambities voor de komende jaren, of komende jaar. Maar zijn er nog andere dossiers op dit moment die voor u belangrijk zijn, waar u komende jaar mee bezig bent? Ja, er zijn heel veel dossiers. Er zijn ook een aantal dossiers die we de afgelopen maanden bijvoorbeeld afgewerkt hebben. We hebben onder andere ook gezegd, we willen armoede onder kinderen aanpakken. Dat is natuurlijk al een prioriteit geweest voor GroenLinks een aantal jaar. Daar willen we het komende jaar ook mee aan de slag.
Er zijn ook een aantal zaken. We gaan natuurlijk met een begroting aan de slag waar we ook weer onze ambities, maar vooral ook de tekorten in de zorg moeten gaan oplossen. Want ik denk dat dat de topprioriteit is naast het zorgen voor een stabiele coalitie. Maar er zijn ook een heel aantal andere dingen waar we aan kunnen denken die niet per se over geld gaan, maar wel ook belangrijk zijn. We hebben bijvoorbeeld ook al eerder genoemd, we willen gaan kijken hoe gaan we om met onze complexe geschiedenis als stad. We hebben bijvoorbeeld een heel aantal straten die vernoemd zijn naar mensen uit het verleden die niet zo'n zo'n goede reputatie hebben. Ook beelden in de stad, hoe willen we daarmee omgaan? Willen we daar het maatschappelijk debat over vormen? Dat zijn ook zaken waar we mee aan de slag willen gaan. Ja, oké. Okay. Op niet al te lange termijn staat natuurlijk ook de herdenking weer van de Slag om Arnhem op de agenda. Nou, dat vind ik ook nog wel heel belangrijk om daar goed op goede manier aandacht voor te hebben. Ja. Hoe ziet u dat? Hoe moeten we dat gaan doen? Ja, het is een heel bijzonder jaar natuurlijk, 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. Met heel veel gevolgen voor natuurlijk de militairen die meegedaan hebben, maar ook voor de Arnhemse bevolking. En de bevolking van de Overbetuwe die daar ook de gevolgen van gemerkt heeft. De evacuatie die daarop gevolgd heeft, waar eigenlijk ieder Arnhems gezin, iedere Arnhemse familie wel een verhaal over heeft. Mijn familie komt oorspronkelijk uit Elden en Huissen. Die hebben ook verhalen van de evacuatie, zijn ook door Arnhem gegaan richting het noorden. En wij hebben eigenlijk als GroenLinks altijd daar aandacht voor geprobeerd te vragen. En ook de afgelopen jaren daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Wij vinden ook dat het burgerleed nadrukkelijk in beeld moet komen de komende tijd. Om te zorgen dat je ook laat zien dat het niet alleen over militairen gaat. Maar dat oorlog ook echt invloed heeft op de mensen die er wonen. En verschrikkelijke gevolgen heeft. En daarnaast, het verzet heeft natuurlijk ook een rol gehad in de oorlog. Wij hopen ook dat daar de komende tijd ook wat meer aandacht voor komt. Dus dat zijn voor ons wel belangrijke elementen. Naast natuurlijk de herdenking die al heel groot wordt ingevuld. Maar specifiek ook ideeën burgerleed. Bij, van op wat voor manier er dan aandacht voor zou moeten zijn? Nou, wat heel belangrijk is, is denk ik al dat we hebben een evacuatieherdenking ieder jaar bij de Apeldoornse straat en in de Singel. Dat daar veel mensen naartoe komen. Want dat is soms nog wel eens een ondergeschoven kindje geweest, ook in de communicatie. En ik zou zeggen van kom met meer communicatie over die herdenking. Dat is een heel belangrijk onderdeel. En kom daar ook vooral naartoe als Arnhemmers. Want het is natuurlijk ook een besef van wat dat gedaan heeft met de Arnhemmers die hier in 1944 leefden. Maar ook een besef wat het betekent om vluchteling te zijn en om huis en hart te moeten verlaten. Ja, een ander ding wat nog steeds wel speelt in de Arnhemse gemeenteraad, misschien ook wel een beetje hoofdpijndossier, kan ik me ergens voorstellen, maar de biomassa-centrale, in ieder geval een moeilijke kwestie volgens mij. Hoe staat u daar nu in op dit moment, die hele discussie? Ja, we hebben daar heel uitgebreide discussies over gehad, ook als gemeenteraad. We hebben als GroenLinks ook altijd gezegd van wij willen naar duurzame oplossingen. En op de lange termijn is een biomassa-centrale geen duurzame oplossing. En zeker niet als daar hout in gestookt wordt. Er is heel veel discussie geweest, heel veel technische discussie ook over hoe zit dat nou in elkaar. En wat je ziet is dat er nu in Arnhem een biomassa-centrale is waar dus de discussie over is. Die in 2016 een vergunning gekregen heeft, inmiddels ook af is. Ook tijdens een debat was die al af. Waar miljoenen subsidie naar gegaan zijn, ook vanuit het Rijk. De provincie is daar ook, heeft daar een grote rol in. En wij konden als Arnhem die centrale niet tegenhouden. En dat is jammer. Daar hadden wij graag gezien dat wij daar een andere invloed in hadden. Maar dat is de situatie. En dan moet je nu gaan kijken wat kan je dan in de toekomst gaan doen om te zorgen dat je wel duurzame oplossingen kan gaan vinden. En te zorgen dat je die biomassa centrale zo duurzaam mogelijk invult met de filters die daarvoor nodig zijn. De discussie is begrijpelijk, soms ook emotioneel. Maar soms moet je er ook met een kleine afstand naar kijken en zeggen van dit hadden we niet zo gewild. De situatie is aan de provincie om te kijken of we daar nog iets aan kunnen doen. En nu moeten we zorgen dat we de beste duurzame stappen gaan nemen en niet zoals in 2016 een minder duurzame stap. Nee, dus eigenlijk zegt u ook van we hadden hem liever niet gewild? Ja, kijk, er zijn ook biomassa centrales denkbaar die wel een duurzame oplossing zijn. Maar we hebben niet voor niks een amendement ook met D66 en de Partij voor de Dieren ingediend om te zeggen nee, we willen geen biomassa centrale tenzij dit geen negatieve gevolgen heeft voor mensen en natuur. Dus wij zijn er altijd duidelijk over geweest. Deze centrale staat er nu. Maar die discussie is natuurlijk wel moeilijk. Of lopen discussies ook over uiteen. Dan zeggen van het is slechts alleen snoeihout. Dat is allemaal wel milieuvriendelijk. Maar ja, als je kijkt hoeveel van die centrales er zijn, dan is dat nooit een goede oplossing. Hè? Nee, als er gesnoeid moet worden om een centrale in stand te houden, dan ben je echt verkeerd bezig. Zijn er ook partijen die dan zeggen van er zijn toch misschien wel mogelijkheden om centrale tegen te houden, die daar
ook een uitspraak van Raad van State en zo mogelijkheden inzien. Ja. Maar daarvoor zeggen wij van, we moeten ons erbij neerleggen en dit is het even. Voor nou, we hoeven ons er niet bij neer te leggen, maar we moeten niet gaan doen, we moeten geen valse hoop gaan geven aan Arnhemers. Mm-hmm. Van wij gaan wel eventjes zorgen dat die centrale niet gebouwd wordt, want dat is al onzin, hij is al af. Mm-hmm. En ook niet in gebruik genomen wordt. Er gaan tientallen miljoenen subsidie heen. Ja. Wij hebben niet als Arnhem het geld om zo'n bedrijf uit te kopen. En daar zou mm-hmm. ik ook echt niet voorstander van zijn om zo'n groot bedrijf uit te kopen. Mm-hmm. Om daar belastinggeld aan op te maken. Ja. We hebben wel gesprekken als goed is als stad met de provincie om te kijken wat kunnen we hier aan doen. En ook met de uitbaten van hoe kunnen we zorgen dat het zo duurzaam mogelijk is. Mm-hmm. Maar laten we geen valse hoop geven, maar gaan we vooral kijken naar hoe kunnen we het wel duurzaam gaan doen in de toekomst. Ja, kijk, we hebben nu een afvalstoffenheffing die voor iedereen gelijk is. Mm-hmm. Of je nou heel weinig afval produceert of heel veel, iedereen betaalt hetzelfde. Mm-hmm. En wat wij zeggen, dat zijn voor ons belangrijke principes. Wij zeggen altijd, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, mm-hmm. maar ook de vervuiler betaalt. Mm-hmm. Dus als je meer afval produceert, moet je ook meer betalen. Mm-hmm. Met uitzonderingen daar gelaten, mensen die buiten hun schuld om zeg maar, meer afval mm-hmm. produceren. Maar als je dus daarmee zorgt dat je per afvalzak gaat betalen, dat betekent dus ook als je zuiniger omgaat, heb je voordeel. Ja. En dat vind ik een veel mooier systeem dan wanneer je mensen gaat straffen. Mm-hmm. Hier ga je dus echt mensen een voordeel geven als ze zuiniger omgaan met afval. Mm-hmm. Als ze zeggen, ja, dat vinden we niet belangrijk, wat ik onverstandig zou vinden, maar ja, dat kan. Ja. En ze produceren net zoveel afval als gemiddeld, gaan ze ook niet meer betalen. Mm-hmm. Maar als je het dus zuiniger doet, dan ga je minder betalen. Ja. Dan heb ik nog een aantal vragen van collega's voor u, die ze hebben mogen bedenken. Dus ik zal ze niet allemaal noemen, ik zal er wel een paar stellen. Vraag van mevrouw Papen van de VVD. Haar vraag is, wat gaat uw fractie eraan doen om van de politiek de komende 3 jaar een positief beeld neer te zetten? Heel veel gaan we eraan doen. En namelijk proberen dat we hele goede plannen maken voor de stad. Want ik denk dat uiteindelijk ook, als we laten zien aan de stad, van de politiek doet er echt toe. Want dat is zo. In de politiek kan je dingen veranderen. Dan denk ik dat je ook een positief beeld laat zien. Het is nu veel te veel in de media. Dat ligt niet aan de media, dat ligt aan de politiek. Ja. Maar het gaat veel te veel over... Het goed is, geeft de media een afspiegeling wat er speelt in precies, de politiek. Het gaat veel te veel over gedoe. Mm-hmm. Over gedoe inderdaad in de coalitie, gedoe in de gemeenteraad. Over het malen van koffie in de gemeenteraad. En niet over, ik weet nog dat het in dezelfde periode was, dat we een klimaatfonds van 10 miljoen vaststelden. Ja. Denk, ja, dan, daar gaat het dan niet meer over, omdat het altijd over gedoetjes gaat. Als wij nou zorgen als gemeenteraad dat we positief met elkaar omgaan, dat we echt inhoudelijk goede plannen neerleggen, dan denk ik dat het vertrouwen in de politiek toeneemt. Ja. Ja. En wat wij ook gaan doen, en dat doen we al jarenlang, is regelmatig langs de deuren gaan, bij mensen langs gaan. Ja. Ik denk ook dat de laagdrempeligheid van de politiek ook wat doet. Voor het vertrouwen. Ja. Dus goede ideeën en toegankelijkheid, dan komen we er wel. Ja, ik zeg goede plannen maken. Misschien hebben die afgelopen tijd ook wel gelegen. Maar ik denk dat misschien wel belangrijk, wat gaat u dan doen dat die goede plannen niet ondergesneeuwd worden door al die persoonlijke gedoetjes die er steeds zijn. Ja. Ja. Nou, wat wij gaan proberen is te zorgen dat we straks in een stabiele coalitie zitten. Mm-hmm. Waar we in vertrouwen met elkaar samenwerken. Maar juist ook met het college en met de stad. Mm-hmm. En met de oppositie. Dat die grenzen ook echt vervagen. Mm-hmm. Dus dat gaan wij proberen te doen. Een positieve houding naar iedereen om samen te werken. Om ook soms over je eigen grenzen heen te stappen. Mm-hmm. Dat hebben we ook vaker gedaan. Want wat ik al eerder zei is, van wij zijn een partij die principes heeft, idealen heeft, maar ook bereid zijn om compromissen te sluiten. Dat is nou eenmaal nodig. Mm-hmm. En ik denk als je op zo'n manier met elkaar samenwerkt, elkaar ook wat gunt, ook andere partijen wat gunt, dan zal die samenwerking echt gaan verbeteren. En dan zal de stad dat ook zien. Oké. Okay. Heb ik een vraag van Leo de Groot. Die vraagt om een toekomstvisie op vervoer. Best wel een poosje. Hij vraagt over 50 jaar. Dat kunnen we allebei misschien best wel meemaken. Ja, dus, gaan we best doen. Programma die tegen die tijd alweer een onderwerp. Ja. Maar wat uw visie er is, hoe we onszelf over 50 jaar vervoeren? 50 jaar is een hele lange tijd. Ja. Dan zitten we inmiddels in bijna 2070 en 2069. Ja. Ik hoop dat ik nog meemaak zeker. Bent u 81 geloof ik? 81 inderdaad. Ja. Nou, daar gaan we vanuit dat we dat meemaken. Ik denk dat we dan eerder al, dus ik vind het wel vrij ver weg, ik hoop eerder al een emissievrije stad hebben waar we geen uitstoot meer hebben. Nee. Waar we hopelijk ook minder blik op straat hebben. Mm-hmm. En we veel makkelijker ons bewegen in de stad zonder auto's, zonder bussen die vervuilen. Mm-hmm. Gelukkig hebben we in Arnhem daar een heel goed systeem voor. Mm-hmm. En ik denk dat veel eerder is dan over 50 jaar. Ja, ja, dat is voor iets meer ambitie. Meer over 50 jaar. Ja. Nee, zeker. Maar denk je dat het op een hele andere manier ook uit zal zien? Of, ik denk
denk dat het heel anders uitziet. Ja. En je ziet het bijvoorbeeld al op de markt, hè, dat we een paar jaar geleden hebben gezorgd dat die markt autovrij is. Mm-hmm. Ja, ik vind dat mooi om te zien, prachtig om te zien. Mm-hmm. Je kan je bijna niet meer voorstellen dat dat gewoon een saai parkeerveld is. Mm-hmm. Ik denk dat we dat op steeds meer plekken gaan zien. Mm-hmm. Dat mensen het ook minder belangrijk vinden om een eigen auto te hebben. En dat is zeker in de binnenstad belangrijk. Je ziet steeds meer deelauto's. Mm-hmm. Ja, en er zullen altijd mensen zijn die zeggen, we hebben een auto nodig. En dat is ook begrijpelijk en dat kan ook. Maar steeds meer zullen die elektrisch zijn, zullen die zuinig zijn. Misschien ook op waterstof rijdend over 50 jaar. Ja. Misschien zijn er weer hele nieuwe technieken. Dat kan je bijna niet voorspellen. Ik denk dat ze 50 jaar geleden ook niet hadden kunnen voorspellen hoe onze samenleving er nu uitziet. Nee, dat is heel moeilijk. Maar heb je niet zoiets van, zijn we aan het vliegen of iets? Of, Nou, ik denk niet dat we hier allemaal vliegend door de lucht gaan. Zeker niet op kleine afstand. Net een soort van autootjes wel emissieloos. Ja, je hebt van alles. Fietsen die nu elektrisch zijn, daar kom je veel verder mee. Met minder inspanning dan dat je met een normale fiets gaat. Dus ik denk dat dat soort dingen steeds meer gaan toenemen. We zien ook een hele mooie ontwikkeling van snelfietspaden. Ja. Ik denk dat dat door blijft gaan. Ja, de fiets krijgt denk ik een centrale rol, zeker in de binnenstad. Oké. Een vraag van Sarah Dobbe, heb ik dan, van de SP. En zij wil eigenlijk weten of u het met haar eens bent dat het niet met de kennis van u een goed idee was geweest om het sociaal noodfonds in stand te houden waar zorgtekorten uitgedekt zouden kunnen worden, gezien de huidige problematiek. Ik denk dat het goed is dat je zorgt dat je als stad altijd de zorg kan betalen die mensen nodig hebben. En dat daar hebben we ook voor gezorgd. We hebben ook gezorgd dat we dus meer budget kregen toen we zagen dat de tekorten toenamen. Mm-hmm. Het sociaal noodfonds klinkt natuurlijk heel prima. En dat hebben we ook ingesteld, ook als GroenLinks toen. Mm-hmm. Omdat we zeiden, we krijgen een transitie, we krijgen nieuwe taken. Mm-hmm. Dan weten we niet precies hoe dat gaat of dat ineens een enorm tekort gaat opleveren. Mm-hmm. Dus laten we een buffer, een tijdelijke buffer, dat was het SP toen ook mee eens, een tijdelijke buffer om te zorgen dat we dat kunnen opvangen. Mm-hmm. En daarna hebben we ervaring en gaan we zorgen dat we dat gewoon in een lopend budget kunnen opnemen. Mm-hmm. Nou ja, dat lopende budget blijkt nu ineens 18,5 miljoen tekort te zijn, omdat er veel meer zorgvraag is. Dan is een tijdelijke oplossing als een sociaal noodfonds te mager. Je moet een permanente oplossing gaan vormen. En daarnaast moet je zorgen dat je voldoende geld hebt om eventuele klappen op te vangen. Maar dat hebben wij als gemeente. Dus een sociaal noodfonds, als daarmee bedoeld wordt, een klein spaarpotje om te zorgen dat we eventuele klappen kunnen opvangen. Dan denk ik dat we dat voor heel veel dossiers moeten hebben, ook bijvoorbeeld voor armoede. Maar als het gaat over de tekorten in de zorg, moet je daar een permanente oplossing voor hebben en geen tijdelijke oplossing. Nee. Dus deels eens. Ja. En ik denk dat we daar wel eens over kunnen worden. Geen oplossing voor de problematiek die er ligt in feite. Nee, de problematiek is groter dan dat je met een sociaal noodfonds kan oplossen. Oké, dank u wel. Vorig jaar ook, ook dit jaar eindigen we dan even met cijfers voor uw partij en voor uzelf mag dat ook. Vorig jaar mocht meneer Prinsen dat doen. Weet u nog wat hij gezegd heeft? Hij gaf volgens mij GroenLinks een 8. We hebben nog even teruggekeken. Hij gaf de partij een 8 inderdaad. Zelf een 7 zei hij toen. En hij zei er ook bij, meneer Koenders en mevrouw Bouwkamp halen het gemiddelde omhoog. Dus hij had u zelfs boven de 8 in gedachten dan waarschijnlijk. Nou, dat was al best wel hoog natuurlijk. Is het dit jaar ongeveer net goed gegaan, beter? Wat zou u dit jaar de partij voor cijfer geven? Ik denk dat op een aantal fronten beter. Sowieso zijn we natuurlijk groter geworden. Hè. We hadden in de afgelopen politieke seizoen zijn de verkiezingen geweest. Dan zijn we van 4 naar 7 zetels gegaan. Beste resultaat ooit. Dus, dat was niet dit jaar eigenlijk. Dat was het jaar daarvoor. Dat was het jaar daarvoor. En als je kijkt naar dit jaar, zijn er geen verkiezingen geweest. Nee. Je ziet wel dat we bij de tussentijdse verkiezingen, de Europese verkiezingen, de provinciale verkiezingen, zie je dat GroenLinks in Arnhem het heel goed gedaan heeft en ook beter gescoord heeft dan landelijk. Ja. Dat straalt ook vertrouwen uit naar wat we lokaal doen. Dus ik denk dat we het... Ja, maar gaan we even om de lokale fractie. Ik plaats dat ook wel in de bredere politiek. En ik denk dat als fractie, als we vorig jaar een 8 hebben, dan dat we dat nog steeds hebben. En waarom niet hoger, is omdat wij natuurlijk ook te maken hebben. Wij zijn uiteindelijk ook onderdeel van de politiek. De politiek die soms negatief in beeld komt. En wij zijn er onvoldoende in geslaagd. En daar zijn hele goede redenen voor. Want wij hebben echt positief proberen bij te dragen. En dat ook gedaan. We hadden liever gezien dat we nu met een stabiele coalitie zaten. Met een positieve gemeenteraad. En helaas hebben we daar nog niet de beweging kunnen brengen die we willen. Maar daar gaan we het volgende jaar iets aan doen. Ja. En dat doen we al heel veel aan. En dan hoop ik dat het nog beter gaat. Wat gaat u daar aan doen? Want een 8 zet u zelf al goed neer, maar je moet altijd naar beter streven natuurlijk, denk ik. Hè? Maar wat gaat u proberen dit jaar?
Nou, wat ik zei, de eerste prioriteit is zorgen voor een stabiele coalitie. En wat daarin nodig is, is dat we niet alleen in de gemeenteraad als geheel, maar ook in een coalitie elkaar wat gunnen. Mm-hmm. Dat je bereid bent over je eigen schaduw heen te stappen. Mm-hmm. Dat je bereid bent ook compromissen te sluiten die soms ook voor jezelf vervelend zijn. Mm-hmm. Daar zijn we altijd toe bereid geweest. Ja. Daar blijven we toe bereid. En dat gaan we ook in de nieuwe coalitie doen. We hopen dat we dus ook met andere partijen, er zijn er genoeg, die daar ook positief tegenaan kijken, dat we daar een stabiele coalitie mee kunnen vormen. Dat is de eerste stap om te zorgen dat we een positieve stap gaan zetten. Maar ik denk dat we ook als gemeenteraad met elkaar afspraken moeten gaan maken over hoe gaan we met elkaar om. Mm-hmm. Hoe gaan we een debat voeren? Hoe bejegenen we bijvoorbeeld ook mensen mm-hmm. buiten de gemeenteraad, collegeleden? Ja. Ja. Ik denk dat we daar ook het gesprek over moeten voeren. Ja. En daar willen wij ook wel een rol in nemen. Een keer echt invulling geven aan het rapport van deze bijvoorbeeld. Ja, en ook kijken hoe kunnen we beter. En er is gelukkig ook al een werkgroep voor gestart. Naar aanleiding van een amendement van GroenLinks, Arnhem Centraal, Partij van de Arbeid. Om meer met inwoners samen te werken als gemeenteraad ook. Burgerparticipatie, daar komt dit jaar ook meer invulling in. Daar gaan we meer invulling aan geven. Ja. Daar zijn we dus ook bezig mee met een werkgroep. Ja. Daar zitten heel veel positieve bewegingen aan. Mm-hmm. Dus we moeten ook niet heel somber kijken. Ja. Maar we moeten wel echt stappen zetten als gemeente.